Met film vertel je dus een verhaal. Net zoals dat je dat bij een boek of een opstel doet. Een film en een boek hebben overeenkomsten. Zo heeft een verhaal in een boek verschillende stukken. En die noem je bij een boek hoofdstukken. In een film noemen die scènes. De scènes in een film bestaan weer uit kleinere stukjes. En die noemen we shots. Er zijn verschillende maten van shots. En we willen jullie de drie belangrijkste laten zien. Dit is een goed voorbeeld van een totaalshot. Het onderwerp is helemaal te zien, maar ook de omgeving. Bij een medium shot komt de camera een stuk dichterbij. Het onderwerp is duidelijk in beeld, maar je ziet minder van de omgeving. Medium shots zijn goed voor als de acteur iets moet zeggen. De microfoon is dan dichtbij genoeg om de stem op te nemen. Ik ben eigenlijk op zoek naar truien. Ah, hier staan ze. Een close-up gebruik je niet zoveel. Maar als je aan de kijker een detail wilt laten zien die belangrijk is voor het verhaal, dan is de close-up erg handig. Zomaar een shot maken is heel makkelijk. Even de camera aanzetten en dan weer uitzetten en tada, je hebt de shot. Een fout die heel veel mensen maken als ze gaan filmen, is dat ze zomaar gaan beginnen met het maken van shots. Ze hebben zich dus niet goed voorbereid. In de laatste clip van deze digiles kom ik daar nog even op terug. Als iets is opgebouwd of bestaat uit andere kleinere delen, zoals een film met scènes en shots, of een boek met zinnen, alinea's, hoofdstukken of iets heel anders, een schooldag met een ochtend, een pauze, een middag, dan lessen en dan vrij, dan noem je dat structuur. En bijna alles om ons heen heeft een bepaalde structuur. En zonder die structuur zou het één grote puinhoop worden. Voor onze Mini Movie Maker app zijn we uitgegaan van de basisstructuur van film, namelijk scènes en shots. Kijk, we zien hier het hoofdscherm met de 5 scènes. Als je op één van deze 5 scènes klikt, kom je in het venster van deze scène terecht. Daar kan je kiezen uit 3 shots. Als je op een shot klikt, kom je in een volgend venster terecht en kan je je shot gaan maken. Hiervoor moet je dan op de filmklapper klikken. Als je dat doet, dan start de camera. Het telt eerst 3 seconden af en neemt daarna op. Linksonder kan je stoppen en rechts zie je de tijd die je nog hebt.